koolstofchemie en de naamgeving van koolwaterstoffen. En vandaag gaan we cyclische verbindingen namen van geven. Die kunnen we indelen in aromatische verbindingen en alifatische verbindingen. Wat zijn aromatische verbindingen? Die hebben allemaal een benzeenring in het molecuul zitten. En een benzeenring, dat is een bijzondere. Die wordt vaak op deze manier getekend. Of zo als een moertje, lijkt het wel. En wat stelt het nou eigenlijk voor? Nou, het is een zeshoek. Die zeshoek bestaat uit koolstofatomen natuurlijk. Die zijn onderling verbonden. En je ziet dat om en om zijn er dubbele bindingen en enkele bindingen. Dus die wisselen elkaar af. En je ziet dat aan ieder koolstofatoom zijn dus twee andere koolstofatomen gebonden. En dan is er nog maar ruimte voor één waterstofatoom. Want koolstof heeft natuurlijk een covalentie van 4. Ja, dus dit molecuul is benzeen. En dat is een bijzonder. En dat is echt een bijzonder molecuul. En daarom heeft hij een eigen groep. Overal waar dat benzeen in zit, heet dus een aromatische verbinding. Als we dat een naam willen geven, dan hebben we bijvoorbeeld een benzeenring. Ik heb het nou dus op de, zeg maar, de korte manier getekend. Een benzeenring met twee methylgroepen. Ja, methyl, ja, 1C met 3 H's, is dus niet methaan, maar is methyl. Weten we van de vorige video, die kan je even bekijken als je hier zomaar invalt. Twee methylgroepen op twee verschillende koolstofatomen. En wat je natuurlijk ziet bij een cyclische verbinding, wat benzeen natuurlijk is, is dat het maakt niet uit waar je begint te tellen, maar dat plaatsingnummer moet zo laag mogelijk zijn. Dus het is 1,2 dimethyl benzeen. Nou kan het ook zo zijn dat benzeen als een zijgroep is. Dan is de hoofdketen is zo complex dat je die niet meer als zijgroep kan benoemen. Dat is bijvoorbeeld in dit voorbeeld het geval. Ja, we kunnen dat ethene, dat kunnen we niet als een zijgroep benoemen. Dus dan wordt in plaats van benzeen de hoofdgroep en ethene de zijgroep. Gaan we het omdraaien? Nou is benzeen de zijgroep en ethene is de hoofdgroep. En dat is even dat je realiseert dat ethene heb ik nu wat, of dat benzeen heb ik nu wat klein getekend, maar eigenlijk is dat dit dus. Dus je moet je realiseren dat die hoofdgroep en die zijgroepen, dat wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat de hoofdgroep altijd groter is dan de zijgroepen. Ja, dat is puur op basis van kunnen we het die naam geven. Dus ik heb een ethene en dan heb ik benzeen als zijgroep. En benzeen als zijgroep, dat heet dan niet benzeen, maar dat heet vinyl. Ja, dus het is vinylethene. Als je zegt van ja, maar hoe zit dat nou met die plaatsingnummers? Nou, met die plaatsingnummers, ja, we moeten natuurlijk die dubbele binding aangeven. Dus het zou eigenlijk netter zijn als je die plaatsingnummers gebruikt om ethene-1 ervan te maken. En dan zit ook op koolstof, nou, atoom nummer 1 zit dat vinyl, zit die benzeengroep. En dan is het dus 1 vinyl, eet 1-1. Echter, als die plaatsingnummers niets extra's toevoegen, hoeven ze er niet in. Ja, want 1 vinyl, eet 1-1, een beetje een tongue twister. Die ene, dit zit altijd op koolstofatoom nummer 1. Want als we deze benzeengroep gaan verhuizen naar deze, blijft het hetzelfde molecuul. Dus je mag in dit geval, mag je die ene ook weglaten. Ja, dus je ziet in je boek vinyl eten staan. Echter, heb jij zoiets van, ja, ik vind dat toch lastig om te bepalen wanneer laat ik nou die cijfers weg en wanneer zet ik ze er wel in. Dan mag je ze van mij, ja, mag ze er gewoon in laten staan en dan blijft het gewoon 1 vinyl eet 1-1. Goed, dit is dus één groep cyclische verbindingen. We hebben nog een groep cyclische verbindingen, alifatisch. Alifatisch wil niks anders zeggen dan geen benzeenring. Dus dat kan bijvoorbeeld cyclohexaan zijn. En het wordt vaak de fout gemaakt dat cyclohexaan wordt vaak gezien als benzeen. Maar dat is niet het geval. En ik zal wel even naar de andere kant, want dan kan je het goed vergelijken. Dit is benzeen. Ja, en dit is cyclohexaan. En je ziet in cyclohexaan geen dubbele bindingen. Ja, en in benzeen zie je 3 dubbele bindingen. Dus dit is C6H6. En dit is C6H. Twee keer zoveel H's. Ja. Dus H12. Dus cyclohexaan en benzeen zijn echt verschillende moleculen. Goed, dan heb ik hier nog een molecuul. Ja, je ziet hier 5 in de hoofdketen zitten. Ja, nou zou je misschien kunnen beredeneren, ja, maar ik kan, als ik nou hier begin, dan kan ik ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hè, dan zou
dan zou mijn hoofdketen 7 C-atomen lang zijn en dus heptaan. Echter, je ziet het is pentaan en waarom? Ik wil die cyclogroep, die wil ik kunnen benoemen. Dus het is cyclopentaan. Daarmee zeg ik, ik heb een cyclische verbinding van 5 C-atomen. En dan worden dus de rest, ja, die 3 andere methylgroepen die je aan ziet zitten, dat worden dus mijn zijgroepen. Ook hier met een cyclische verbinding kan ik natuurlijk dat plaatsingnummer zo laag mogelijk maken. Dus het is 1, 2, 3 of 1, 2, 3. Dat maakt in dit geval geen drol uit. We hebben in het vorige filmpje wel die gehad, maar nog geen 3. Dus ik vond het leuk om daar 3 groepen aan te zetten. Dus 1, 2, 3, 3-methyl, cyclopentaan. Goed, dit waren de cyclische verbindingen. We gaan langzaam maar zeker meer zijgroepen toevoegen. Meer karakteristieke groepen. Dat zijn andere groepen dan we tot nu toe hebben gehad. Ja, veel oefenen. Subscribe en een comment hier beneden. En wie weet heb je iets aan deze andere suggesties voor mijn filmpjes. Heel veel succes!